Hi, Sjoerd van Max Music. Bij radiostations zie je vaak deze Shure SM7B terug. En dat heeft een reden. En die reden is dat hij een aantal ingebouwde handigheidjes heeft. Hij wordt geleverd, zoals je vanaf dit punt ziet ongeveer, met die beugel. Met ingebouwde XLR-input. Uh, en daardoor is hij zeer geschikt voor heel close-up miking. In dit geval op deze manier. Bovendien heeft hij een air suspension shock mount ingebouwd, zodat handling noise helemaal geen invloed heeft. Vaak zie je deze microfoon ook op een broadcast statief. Zo'n statief wat op een bureau gemonteerd is of in ieder geval op je meubel, je radiomeubel. En je ziet die, het is ook altijd die microfoons bijpakken en uh, ook weer aan de kant gooien als het ware. En dat heeft allemaal geen invloed. Al die handling noises, die, gaan, die worden gewoon helemaal niet doorgegeven. Dat komt precies door dat air suspension shock mount systeem. Bovendien wordt die geleverd met een goede popfilter. En die popfilter zorgt er ook voor dat je heel close-up uh, je ding kunt doen. Mocht je altijd heel dicht op je microfoon zitten, dan kun je ook nog deze popfilter gebruiken, die ook in de verpakking zit. Het frequentiebereik loopt van 50 Hz tot 20 kHz En aan de achterzijde van de uh, SM7B kun je nog twee instellingen maken: je hebt nog een laag-affilter en je kunt nog een bumpy maken, een boost geven in het middenhoog. Daardoor kun je hem aanpassen op jouw stem of op de stem van degene die hem gebruikt. Als je een microfoon als deze SM7B aanschaft, kijk dan ook even naar een goede microfoon voor of naar een, een channel-strip voor microfoon. Want dan haal je de beste resultaten met deze microfoon. Ik ga laten horen hoe die klinkt, want dat is natuurlijk ook van belang wanneer je een microfoon koopt als de SM7B. Het geluid wat je nu hoort is het geluid van deze Shure SM7B. Let wel, zoals ik al zei, het is verstandig om een goede microfoon microfoonvoorversterker te gebruiken. Zoals ik nu bijvoorbeeld de DBX-286S. Dit is een microfoon die heel veel gain nodig heeft. In ieder geval een soort boost nodig heeft om goed zijn werk te doen. Dus als je deze inprikt op een doodgewone audio interface heb je kans dat die niet voldoende zijn werk kan doen. Dus niet dat levert wat je ervan verwacht. Deze microfoon zie je in heel veel broadcasting situaties, maar ook steeds meer als zangmicrofoon, vanwege zijn vlakke frequentierespons. Mocht je nou meer willen weten van deze Shure SM7B, dan kun je hier klikken of daar klikken en dan kom je direct op de productpagina terecht. Dan kun je alles eens even nalezen. Kijk even bij de accessoires, want daar staan handige zaken bij om mee te bestellen. Als je dit een leuk filmpje vond, dan zien we graag dat blauwe duimpje. Deel het met je vrienden en word abonnee van ons YouTube kanaal. Dan hoef je geen enkel filmpje meer te missen. Net zo makkelijk. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Graag tot de volgende keer.